voelt heel goed om terug te komen. En dat gevoel wat ik hier krijg, alleen al bij het binnenkomen, dat was heel leuk. Is er nog veel hetzelfde? Ja, die lange zijde, dat is nog hetzelfde. Maar al het andere is wel veranderd nu. Welkom, alles goed? De mensen die hier werken, die zijn nog allemaal hetzelfde. Dus dat is sowieso fijn. Die ken ik, die kennen mij, dus dat is wel leuk. Ja, we zien elkaar. Kun jij ons meenemen in hoe jouw laatste weken eruit hebben gezien? Ja, dat was niet zo'n leuke periode. Althans, ja. Toen ik terugkwam van het trainingskamp met Hoffenheim, werd mij verteld dat ik tot aan de 31ste, dus met het tweede, zou moeten meetrainen. En waarschijnlijk om meer druk op te voeren om de club te verlaten. Maar goed, op een gegeven moment werd ik gebeld door mijn manager en mijn vader dat Twente geïnteresseerd was en interesse had en om mij weer terug te laten komen. En sindsdien hoop je dat het eigenlijk zover komt dat ik dus weer de stap naar Twente kan maken. En dat is uiteindelijk gebeurd. Had je het zien aankomen dat je min of meer op een zijspoor zou belanden bij je oude club? Eigenlijk niet. Het is eigenlijk begonnen sinds de nieuwe trainer is gekomen. En daarvoor was ik gewoon basisspeler en speelde ik alle wedstrijden op een behoorlijke niveau. En de nieuwe trainer komt en met zijn visie die hij daarin meeneemt, hoorde ik daar niet meer bij. En vanaf dat moment, ja, dan probeer je nog wel te knokken voor wat je waard bent. En dat heb ik tot aan de laatste dag dat ik daar was blijven doen. Maar goed, als Twente voorbij komt, dan kan je ook geen nee zeggen en dan kom je lekker terug. Ja, goed, prima. Goed, hartstikke leuk. Ja, goed is ermee. Lekker. Ja? Leuk je weer terug te zien hier. Ja. Jammer dat je niet mee wil doen, maar over 14 dagen. Hè? Ja, komt goed. Tijd zo. Was je verbaasd? Ja, eigenlijk wel, want ik ben FC Twente altijd blijven volgen. En nadat ik vertrokken ben, hebben ze het alleen maar nog beter gedaan, kampioen geworden. Alleen het einde van vorig jaar was dan iets minder. Maar goed, aan het begin van dit seizoen, de UEFA Cup wedstrijden die ze daarna gespeeld hebben, tot aan Dorendag toe dat ik juichend voor de televisie zat. Omdat ze het dus haalden, hebben ze het altijd goed gedaan. En ook nu staat er een goed elftal. Ja, en dan als ik daar mijn deel aan in kan hebben, ja, dan is dat alleen maar fantastisch. Wanneer wist je dat je terugkeer een feit was? Vrijdagmiddag had ik dus een trainingssessie met het tweede. En in de middag daarvoor, voor de training, had ik kort contact met mijn vader. En die zei van, nou, ze zijn weer bezig te praten en we moeten even wachten hoe het afloopt. Nou, ik kom na de training in een kleedkamer. Het eerste wat ik doe is naar mijn telefoon kijken. En ik zie dat mijn manager en mijn vader me een aantal keren geprobeerd hebben om te bellen. Dus ik bel terug en het eerste wat mijn vader zegt, het is rond. Dan verscheen die smile wel weer op mijn gezicht en was ik wel weer blij. Dus sindsdien, vrijdag namiddag. Waren er eventueel nog andere opties voor jou geweest? Of was dit echt het meest concrete? Er waren andere opties. Maar dan was het weer afhankelijk van hoe de situatie bij de clubs of spelers zouden vertrekken of niet. Maar vanaf het begin dat Twente zich meldde, heb ik ook aangegeven. Ik heb een gesprek nog gehad met Steve McLaren, waarin hij mij ook overtuigde dat hij heel graag wilde dat ik terugkwam.
En op een gegeven moment ook aan mijn vader en aan mijn manager doorgegeven dat ze daar werk van moesten maken om terug te komen. Met het oog op een eventuele terugkeer, heb je ook met bijzondere aandacht gekeken naar de wedstrijd van afgelopen donderdag? Ja, natuurlijk. Twente heeft zich nu zodanig ontwikkeld dat ze een club zijn. Dat het een club is die jaarlijks Europees hoort te spelen. Die kwaliteit heeft Twente nu. En ja, doordat het eigenlijk vorig jaar dan een beetje minder aan het einde was, zou het gewoon jammer zijn om de club en de supporters niet te belonen met Europese wedstrijden. Dus ook ik zat gespannen voor de televisie te hopen. En eigenlijk toen die 2-1 kwam en die 3-1 kort daarna, toen wist ik dat ze het zouden redden. En dat gebeurde ook in de verlenging. Dus ik was heel blij, ja. Wat hoop je hier terug te vinden? Natuurlijk het plezier weer in het voetballen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En ja, mee te groeien waar de club eigenlijk na mij verder mee is gegaan. Of in is gegaan en mijn deel daarin te hebben. De lege plekken zijn opgevuld door wat tattoos, dus het is wel iets anders nu. En ik zie er natuurlijk een stuk gespierder uit, dat ook nog. Ben jij een andere speler geworden in de periode dat je zeg maar bij Bayern München en Hoffenheim hebt gespeeld? Of gaan we dezelfde Edson terugzien? Ik ben niet een andere speler geworden. Ik heb nog steeds dezelfde kwaliteiten. Misschien wel iets beter. Ik ben nu ook een stuk ouder, dus ook qua ervaring heb ik het een en ander opgedaan. Maar ik ben nog wel steeds dezelfde mens. Dat absoluut. En die gaan jullie wel weer zien, ja. Hetzelfde Edson. Ik kan me voorstellen dat er in Duitsland andere dingen worden gevraagd van een verdediger. Ja. Ja, goed. Ik heb daarbij het geluk gehad om bij Bayern München gespeeld te hebben. En ook bij Hoffenheim. En dat waren wel clubs die wel probeerden om ook voetballend eruit te komen. Dus veel voetbal. En daarbij heb ik met trainers gewerkt die dus daar ook hun visie in hadden. Maar goed, het is en blijft een Duitse club. En het is anders als de Nederlandse manier van spelen. Dus, maar goed, qua mentaliteit en wilskracht, doorzettingsvermogen, daar staat Duitsland bekend om. En daarin heb ik ook het een en ander meegemaakt. Ja. Hoop je ook via FC Twente je weer terug te vechten in Oranje? Ja, dat is iets voor later. Dat is niet iets waar ik me nu druk om maak. Ik ben nu teruggekomen bij Twente. Wat ik al aangegeven heb om plezier te hebben om weer aan voetballen toe te komen. En prijzen te pakken met Twente. En als dat goed gaat, dan komt al het andere vanzelf. Maar dat is nu niet iets waar ik me mee bezig hou. Nee. Is er nog contact met spelers van FC Twente of is dat helemaal verwaterd? Nee, ik heb altijd wel contact gehad met met spelers die hier gespeeld hebben en met spelers die nog steeds hier spelen en die hier gespeeld hebben. Eigenlijk zijn we Twente altijd blijven volgen. Ook die spelers die toen vertrokken zijn. En ik had regelmatig ook contact met Dwight, die vorig jaar nog hier speelde. Dus dat contact is altijd wel gebleven, ja. Heb je nog leuke sms'jes gekregen van je ploeggenoten? Van Hoffenheim bedoel je? Nee, ik bedoel van je nieuwe ploeggenoot van FC Twente. Eigenlijk nog niet, want er zijn wel veel nieuwe spelers gekomen. Dus, maar meer van mijn ex-ploeggenoten. Elgiro, Romano, Orlando, dat soort jongens die Arnautovic die dan sturen van hey, doe je best en kom weer op je oude niveau. Dus ja, dat is wel leuk. Je bent vandaag voor het eerst weer hier. Voelt het een beetje als thuiskomen? Het voelt wel als thuiskomen, ja. Ja, dat zeker.